Enkele jaren geleden opende Novaro een circusacademie. Novaro is een Gentse artiest die al meer dan 60 jaar in de circuspiste staat. Ik was 30 jaar als ik die microbal te pakken had. Hè. Dus ik moest erin geraken, ben er niet in geboren. Hè. En dus begin met Café Chantang, in de tijd bestond dat nog, cabaret en al. En zo ben ik er stilletjes en stilletjes aan. Hè. Dan in mindere, kleinere circussen gewerkt, hè. Als muzikale kloon. Hè. Op xylofoon en op flessen spelen, kent dat in de tijd was dat zo. Allemaal primitief vergeleken met nu die instrumenten. Maar dan, de acrobatie trok me toch meer en meer aan. Ik heb me dan toegelegd op acrobatie, de zware acrobatie. Dus niet zo'n beetje, maar eigenlijk. Dan moet je er natuurlijk ook jaren en jaren in steken voordat leer dat eruit komt. Ik treed nog altijd op, soms een keer voor iemand die ziek geworden is, spring ik dan in het circus als august, als clown dat ze zeggen. Hè. Of met mijn hondjes, ik heb een honden en een hoop, met 500. Dat reed ik ook nog regelmatig met op in circus in de winter. Hè. En zo blijf ik erin. Hè. Ik vind misschien dat ik weet dat ik dat best kan doorgeven aan de jeugd die zich interesseert daaraan. Hè. Waarom zou ik dat allemaal meenemen? Nee, ik weet veel, ik heb veel ondervonden, veel meegemaakt. Dus ik vind dat dat logisch iets is dat dat meedeelt aan de jeugd. Hè. In België wordt er te weinig gedaan. Hè. Ik heb het u al gezegd, hè. In het buitenland circus wordt gelijkgesteld met opera, met ballet. Krijg je dezelfde subsidies en al hier, als gezegd, circus. Hè. Maar de opera, daar steken ze miljoenen in. Hè. Een ballet, wow, dat is iets. Een circus, daar hebben ze geen geld voor. En het is hetzelfde, hè, want in de fond is een kunst. Hè. De laatste tijd reizen de circusscholen uit de grond. Ik weet niet hoe het komt, in Namur, in Leuven, in Doornik, maar het zijn geen circusmensen die dat in handen hebben. Dat vind ik triestig. Hè? Ze geven zich uit voor circusschool, maar ze hebben nooit of nooit een voet gezet in de piste of op een scène. Nee, ze zijn oegenaam niet van beroep. Dat vind ik triestig. Ik zou ook graag een keer hebben dat ik nummers kan buitenbrengen, dus die internationale waarden hebben. Hè? Waar ik mee naar festivals kan gaan, dus in Parijs, we zijn er al die jaren dus, dat de jeugd onder de 25 jaar mag meedoen, hè. En ik concurreer met die grote landen, Rusland, China, Japan, om te zeggen, voilà, bij de Gentse circusschool komt het toch ook niet meer mogen zien zijn. Het talent is er aanwezig, ja. Ik heb hier werkelijk een 10 leerlingen voor dat er talent in zit, ja. Ik weet de weg, ik kan ze placeren, ik kan ze doen lopen zoals we dat noemen. Hè. En ze zullen zeker de eerste 10 jaar niet zonder werk zijn. Dat kan ik hun verzekeren. Er is toekomst. Hè. Er wordt zoveel zwartzienders die daar afbreken, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Het zal nooit sterven, zoals dat zien. Nooit niet. Nee.